een schilderij opgehaald van Anneliese van Dijk, waarin de geboorte van haar leven wordt voorspeld. En ik heb een kater en daar snap ik nou werkelijk helemaal niks van. Kom op, Johan, rijden. De kunstophaaldienst laat voor u uw mooiste kunst zien aan anderen. Deel uw kunst en lever uw mooiste schilderijen, tekeningen, etsen en andere platen in bij de kunstophaaldienst. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben van de kunstophaaldienst, ja. En u heeft een kunstwerk voor ons in de aanbieding. Ja, dat klopt. Komt u verder. Dank u. Dit is uw moeder? Dit is mijn moeder, ja. In juni 1944. Mijn vader was fotograaf en die had een paar klusjes gedaan voor de schilder. Edmond Wingen, die had geen geld om het te betalen. En toen zei mijn vader, nou, maak maar een portret van mijn vrouw. En wat is er zo speciaal aan dit kunstwerk? Nou, toen de schilder aan het schilderen was, toen zei hij tegen mijn moeder, bent u zwanger? En mijn moeder zei, nee, natuurlijk niet. Wie wil er nu in deze tijd een kind krijgen? Ja, en 8 maanden later was ik er. Dus in die zin is het schilderij heel, ja, heel speciaal. En verder merk ik dat het schilderij bij veel mensen emotie oproept. Mijn moeder was krengerig en dat kun je ook zien op dat schilderij. Het is gewoon een krengerig mens. En bijvoorbeeld mijn kleinzoon, die is nu 12, maar toen hij klein was en bij mij logeerde, moest ik altijd een theedoek eroverheen hangen, want hij durfde er echt niet langs te lopen. Hij vond er eng. Ik zie dat u ook hetzelfde kettingtje om heeft als uw moeder, ja, op het schilderij. Ja, die heeft zij ook speciaal gegeven. Die heeft u ook gekregen. Ja. Vosje uit de collectie van Anneliese van Dijk is te zien tijdens de Lawe tentoonstelling in het Centraal Museum van 28 mei tot en met 6 juni.